Nick speelde zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen Top. De Groninger Korfbalclub vierde zaterdag haar 90-jarig jubileum en was gebrand op de overwinning om de dag feestelijk te beginnen. Rianne van Echten met de eerste score van de wedstrijd. Nick begint goed aan de wedstrijd. De ploeg is scherp in de duels en dwingt de vrije bal af. Linda Blauw scoort de 2-1. De ploeg uit Sassenheim was ondanks het slechte weer naar Groningen gekomen en wilde punten meenemen naar Zuid-Holland. Christa Braunstaal met de 3-3. Dan een tussensprint van de thuisploeg. Linda Blauw zet Nick weer op voorsprong. En de dames van de Groningers gaan door met scoren en Nick loopt uit naar 8-3. Maar Nick kan de voorsprong van 5 niet vasthouden. Christa Braunstaal scoort voor Top en het staat 8-6. De thuisploeg kan zijn goede begin niet doorzetten. Alleen de dames blijven goed spelen. Marieke Bongers met de 9-7. Aanvallend spelen de mannen niet goed. Maar verdedigend staan ze wel een mannetje. Rebound Ivo Wiebering. In de aanval wordt ook goed gerebound. En die extra kansen leveren doelpunten op. Iris Arends, op haar opvallende roze schoentjes, scoort de 10-7. Top houdt nu gelijke tred met Nick en houdt het verschil op 3. De watervlugge Mick Snel met een fraaie score. Voor rust verslapt Nick en de Zuid-Hollanders profiteren. Ze weten elkaar steeds makkelijker te vinden en brengen nog voor de rust het verschil terug tot maar 1 doelpunt. En als Friso Bode voor de 2e keer een strafworp mist in de eerste helft, blijft de voorsprong op 1 steken. Ruststand 12-11. Nick wil deze feestwedstrijd winnen en vlak na rust schiet Friso Bode van ver raak. Het verschil is weer 2, 13-11. Maar de Zuid-Hollanders voelen dat er wat te halen valt in Groningen en doen een stapje extra. En Top komt terug tot 1 punt. Voor rust scoorden de dames van Nick 10 van de 12 doelpunten. Rianne van Echten met weer een score, 14-12. Maar de 17-jarige Mick Snel maakt 2 treffers op rij en brengt Top langs zij. Het staat weer gelijk. Het publiek is gekleed op een feestje, maar beide ploegen geven elkaar in de tweede helft niks cadeau. De sterk spelende Mick Snel scoort en het staat weer gelijk, 18-18. De kleine dames van Nick mogen vandaag veel schieten van Top. Een tactiek die totaal niet werkt. Linda Blauw is op schot en schiet raak. 20-19. En ze gaat door met scoren. Even later schiet ze haar 6e treffer binnen. 21-19. Het verschil is weer 2. Maar de goed spelende Brechtje van Dongeren brengt Top weer terug. Ze scoort 2 maal op rij en de ploegen staan weer naast elkaar. 22-22. Top ruikt zijn kans en komt zelfs op voorsprong. Weer Brechtje van Dongeren en Top leidt met 23-22. Uitblinkse Rianne van Echten is de topscorer van Nick. Ze scoort haar 8e treffer en het staat weer gelijk. De laatste aanval is voor Top, maar de ploeg maakt een overtreding. Kans voor Nick. Bode schiet te snel. Nog een kans. Maar het laatste schot van Linda Blauw gaat ook mis. Eindstand 23-23. Een voor Nick teleurstellend gelijkspel. De ploeg had kansen op de overwinning. 1 punt laten we liggen. En we krijgen er wel 1. Maar 1 duur punt laten we liggen. Ja, in sommige fases heb ik zoiets van, gelijkspel mag je blij mee zijn. Maar de meeste fases had ik wel zoiets van, we moeten hier winnen. Alleen vlak voor rust waren we slecht. En vlak voor het einde ook.